In deze film van Egmonder Piet Zwaan zien we koningspaarden in de duinen bij Egmond. Een deel van de kudde loopt aan de verkeerde kant van de afrastering. Twee paardjes zijn letterlijk aan het bekvechten. De koning is nauw verwant aan de tarpan, een uitgestorven wildpaard uit Oost-Europa. Evenals vele andere oorspronkelijke paardenrassen is de koning klein en toont zijn vacht kenmerken van het wildkleurpatroon. Deze eigenschappen maken het paard in een vrije wildbaan minder zichtbaar voor de natuurlijke vijanden. Het koningpaard in de vrije wildbaan heeft geen verzorging nodig en kan het hele jaar buiten blijven. Om deze reden wordt het dier ingezet ter begrazing in natuurgebieden. Ook wordt gekozen voor de koning omdat hij geen kenmerken heeft die door fokkers speciaal voor het gebruik door de mens geselecteerd zijn. De koningpaarden zijn nagenoeg vrij van ziekten die door de mens gefokte paarden kunnen hebben. Hun karakter wordt omschreven als gewillig, rustig en sober.